Het is een belangrijk onderdeel in het proces. Een vrachtwagen, volgeladen met bieten, rijdt een platform op, waarna een geautomatiseerd systeem willekeurig in de laadbak prikt om het suikergehalte van de biet te bepalen. De komende maanden zullen honderden vrachtwagens deze weg bewandelen, want het mag duidelijk zijn, de jaarlijkse suikerbietencampagne is van start gegaan en dat betekent topdrukte bij de fabriek in Hoogkerk. Fabriek Vierflaten die verwerkt de bieten zeg maar in de lijn Amsterdam tot in de Achterhoek. Alles ten noorden daarvan, dat komt hierheen. Waar onder andere ook de bieten die op het eiland Texel worden geteeld. En die worden per schip aangevoerd. Dat is eigenlijk de enige aanvoer per schip nog in Nederland wat plaatsvindt. Per dag verwerkt de fabriek 28.000 ton bieten. De eerste suikerbieten werden in de nacht van zondag op maandag aangeleverd. Ja, op dit moment ziet de kwaliteit er goed uit. De prognoses die we hebben is dat we een bovengemiddelde oogst gaan krijgen. Zowel qua gehaltes, maar ook in tonnen per hectare. Maar we hebben een hele mooie zomer gehad. Soms misschien niet altijd zo beleefd, maar voor de biet was het geweldig. Voor de fabriek is het een bijzondere campagne. Het afgelopen jaar is er op het terrein hard gewerkt aan de installatie van nieuwe systemen, waaronder de manier hoe bieten gewassen worden. Die systemen beleven nu hun vuurdoop. Bij ons bietenwashuis hebben we in samenwerking met de Universiteit Groningen hebben we een 3D-animatie gemaakt. Waarbij we zeg maar, met engineers en operators als het ware door een virtuele wasinstallatie hebben kunnen lopen. Om te kijken of de ontwerp zoals we bedacht hadden klopte. Zit een trapje op de juiste plek, zit een afsluiter op de juiste plek en dat soort zaken. Nou, dat heeft erin geresulteerd dat het washuis wat er nu staat eigenlijk heel goed is proefgedraaid. Heeft kunnen proefdraaien en vanochtend zonder problemen in bedrijven is genomen. Natuurlijk zullen er nog optimalisaties plaatsvinden, maar tot dusver gaat het eigenlijk heel goed. De verwachting is dat de bietencampagne dit jaar 130 dagen gaat duren. Dit betekent dat de laatste vrachtwagens rond 20 januari het terrein op zullen rijden.